Op dit moment heeft de Giro een wachtlijst. Dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen willen beginnen met beleggen, misschien jij ook wel, en dat er zoveel aanmeldingen zijn dat ze niet alles kunnen controleren en dat ze ook hun service niet kunnen garanderen. En dus daarom hebben ze sinds afgelopen week een wachtlijst ingesteld waarbij ze telkens een gedeelte van de mensen toelaten. En nou zijn de beurzen de laatste tijd al flink gedaald, dus daar kun je best wel van profiteren, hoop ik. Dat het in ieder geval interessante tijden zijn. Moet je alleen wel een account hebben. Nou, bij de Giro gaat dat op dit moment niet zo heel snel lukken. En daarom gaan we in deze video kijken welke alternatieven zijn er nou voor de Giro. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Heel veel mensen zijn nu bezig met beleggen, willen gaan beleggen. En vandaar dat er dus ook bij de Giro onder andere, ook bij andere brokers namelijk, een wachtlijst is ingesteld. Zodat ze een beetje de toestroom kunnen beperken. Zelf hebben ze natuurlijk ook te maken met dat er misschien mensen ziek zijn, dat ze thuis moeten werken. Dat niet alles optimaal dus verloopt, of in ieder geval niet zoals je gewend bent in het verleden. En dan kan het dus best zomaar zijn dat je op zoek bent naar een alternatief voor de Giro. Heb je al een account voor de Giro? Ja, dan gaan we zo meteen even kijken wat die alternatieven zijn. En heb je nog geen account bij de Giro, dan zou ik ondanks die wachtrij in ieder geval toch een account aanmaken. En dat heeft eigenlijk twee redenen, waarvan de eerste in ieder geval is dat je dan toch alvast op de lijst staat. Ja, je wilt uiteindelijk waarschijnlijk toch wel een account bij de Giro hebben. Kun je net zo goed nu alvast maar aanmelden. En dat heeft ook eigenlijk met het tweede punt te maken van, we hebben eigenlijk geen idee hoe lang deze wachtlijst duurt. Hoe snel mensen van die wachtlijst afgaan. Duurt het een week, een paar dagen, een paar weken? Ik heb in ieder geval nog geen reactie vanuit gekregen vanuit de Giro. Of van mensen binnen onze community hebben aangegeven van, ik stond op de wachtrij en binnen 2 dagen was ik geaccepteerd. Nou, aangezien we dat nog niet weten, zijn dat eigenlijk al goede redenen om toch gewoon aan te melden. En waarom zou je dan een account aanmaken bij de Giro? Nou, het is in ieder geval mijn favoriete broker. Een echt Nederlandse broker waar ik inmiddels iets meer dan 25.000 euro belegd heb. Het was wat meer, maar ja, door de crisis is het wat gedaald. Maar ook binnen onze community is het de meest favoriete broker. In ieder geval heel erg veel gebruikt. Dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat het een fijne interface is. Dat je daardoor juist makkelijk aandelen kunt kopen. En ook nog eens tegen lage kosten. En heel veel mensen binnen onze community zijn fan van de kernselectie. En als je daar optimaal gebruik van maakt, dan kun je zelfs kosteloos aandelen kopen of verkopen. Nou, wil je meer informatie over de Giro of jezelf aanmelden, daar een account dus aanmaken? Alle links vind je trouwens onder deze video terug. En als je al een account hebt bij de Giro of je staat dus sinds nu op de wachtrij, dan gaan we over naar het eerste alternatief en dat is FlatEx. En FlatEx meldt op dit moment niets op hun website over eventuele wachtlijsten of vertragingen. We zien wel een bericht staan dat je turbulente tijden zijn en dat je goed voor jezelf moet zorgen en voor je medemensen. Dus aangezien ze hier ook andere tekst neer hadden kunnen zetten van, we hebben een wachtlijst zoals andere brokers wel doet, ga ik ervan uit dat het in ieder geval niet op dit moment is, dus niet wanneer ik deze video opneem. En FlatEx is ook een broker waar ik al een tijdje gebruik van maak. Het is al een gevestigde naam in Europa. Ze zijn een heel erg grote speler in Duitsland. Marktleider zelfs in Oostenrijk. En sinds afgelopen juni, dus zomer 2019, ook actief in Nederland. Waarbij ze binnen een paar maanden al 25.000 beleggers hadden. En waarom is FlatEx dan een goed alternatief? Nou, ten eerste, we weten niets over een eventuele wachtlijst. Dus we kunnen waarschijnlijk meteen beginnen hier. En we kunnen bij FlatEx ook de aandelen kopen die we zelf willen. We kunnen dus zelf beleggen. Het is geen vorm van beheerbeleggen. Je kunt gewoon alles zelf doen. Wil jij het ene specifieke aandeel, zoals bijvoorbeeld Tesla, kopen, dan kan dat. Wil je juist een ander aandeel of wil je juist een fonds, ook dat is allemaal mogelijk. En een derde interessante reden is natuurlijk dat je kosteloos kunt beleggen. Er zijn op dit moment geen transactiekosten bij FlatEx. Maar voordat je hier een account aanmaakt bij FlatEx, heb ik toch nog een paar aandachtspunten. Ten eerste is dat natuurlijk dat FlatEx een Duitse broker is, waardoor ook de Duitse wet aan regelgeving van toepassing is. Je zult ook merken dat wanneer je een account aanmaakt, je door middel van een videocall geïdentificeerd wordt, zeg maar, waar je in Nederland gewoon je ID, een kopie opstuurt, zal in Duitsland altijd door middel van een videocall gaan. Dat is niet alleen bij FlatEx, ook bij andere brokers of andere manieren waar je online moet identificeren, is dat in Duitsland, ik denk bij wet verplicht zelfs. Het is een beetje anders dan wat wij gewend zijn, maar het is denk ik wel een heel erg goede manier van identificatie. En tenslotte zagen we dat ze geen transactiekosten rekenen, dus je kunt dus kosteloos beleggen bij FlatEx. Dat heeft ermee te maken dat ze een ander verdienmodel hebben dan bijvoorbeeld de Giro en ook op een andere beurs handelen dan de Giro. Plaats daarom altijd je order door middel van een limietorder, dat in ieder geval de prijs van het aandeel, dat je die vast kunt zetten. En handel ook binnen de openingstijden van de beurs waarop je het aandeel koopt. Is dat bijvoorbeeld de AEX doet dan tussen 9 en 4, zeg
maar, of in Amerika, houdt die openingstijden aan. Op die manier heb je eigenlijk de beste bied- en laadprijzen. En je kunt je dan afvragen, zijn dit minpunten? Nou, ik denk niet per se, daarom heb ik het zojuist ook aandachtspunten genoemd. Wanneer je in ieder geval op de hoogte bent van deze dingen, is het best makkelijk om er in ieder geval rekening mee te houden. En als je dat doet, dan is het een best goede broker. Ik denk zelfs dat FlatEx een hele goede aanvulling is op de Giro. Omdat je juist ook buiten openingstijden kunt handelen. Ook al betaal je dan iets meer, dan zou je wel kunnen reageren op misschien nieuwsberichten die uitkomen na de openingstijd of na de sluitingstijd, zo moet ik het zeggen. En op die manier biedt FlatEx dus eigenlijk meer kansen. En is dus een mooie aanvulling, zoals ik al zei. Ik heb al eerder een review gemaakt over FlatEx. Ik zal hem hier even linken. En ook onder deze video vind je alle informatie over FlatEx terug. En ook weer een link om jezelf aan te melden en een account te openen. En hebben we dan nog andere aanbieders? Nou, FlatEx was in ieder geval de enige aanbieder die er was wat betreft zelf beleggen. Dat je dus zelf de aandelen kunt kiezen, zelf de fondsen kunt kiezen. En nou denk je misschien, dan zijn er wel meer aanbieders waar je zelf kunt beleggen. Ja, dat klopt. Maar gaan we kijken bij Bink, dan zien we al een melding staan dat ze wachttijden hebben. Ook bij Links zien we dat staan. En bij grootbanken zoals de Rabobank of de ING zijn de tarieven gewoon stukken hoger. En maakte dat dus niet zo interessant voor ons. Maar behalve zelf beleggen kun je natuurlijk ook beheerd beleggen. Nou, ik doe dat vooral bij Bink Forward. Maar zoals de naam al zegt, dat is een product van Bink. En Bink heeft wachttijden. Dus we gaan in deze video nog kijken naar twee andere alternatieven van laten beleggen. En de eerste daarvan is Sammy. En Sammy is dus een aanbieder van beheer beleggen. Zij beleggen het geld voor jou. En dat doen ze op basis van een profiel. Nou, dat profiel stel je samen door wat vragen te beantwoorden. Daarin komt eigenlijk terug hoeveel looptijd heb je. Welk risico wil je nemen. En hoeveel rendement wil je eigenlijk maken. En dat hangt dus een beetje samen met het risico dat je wilt nemen. En op dat moment wordt eigenlijk jouw geld geïnvesteerd in fondsen, brede fondsen, vaak ook wereldwijd. Maar ondanks dat ze zo breed gespreid zijn, heel de wereld heeft natuurlijk te maken met het virus, met deze crisis. Dus als de economie eenmaal gaat herstellen, dan zul je toch kunnen profiteren. Even kort nog wat informatie over Sammy. Bij Sammy gaat eigenlijk het beleggen helemaal via de app. Alles wordt daar binnen geregeld. En beleggen is al mogelijk vanaf 50 euro. En als je trouwens de link onder deze video gebruikt, dan krijg je al meteen 15 euro tegoed. Niet meteen, maar als je een tijdje lid bent. Maar in ieder geval op je eerste 50 euro inleg, krijg je al 15 euro extra. Dus dat is al mooi meegenomen. En die link vind je dus onder deze video terug. Het idee van Sammy is dat je maandelijks gaat beleggen. Dus dat je een automatische incasso instelt. Of dat je regelmatig iets overmaakt. En dat je op die manier elke maand dus iets gaat beleggen. Maar het is ook mogelijk om handmatig te gaan beleggen. Handmatig een storting te doen. Dus je kunt ook zeggen van, ik stel het in op een bepaald bedrag in de maand. Maar juist in deze tijd, terwijl ik nog geen account heb bij de Giro bijvoorbeeld, doe ik elke week 50 euro extra. Of twee keer in de maand doe ik 100 euro extra. Dat is dus ook mogelijk door middel van handmatig bijstorten. Maar ook voor Sammy geldt, ik heb al eerder een review hierover gemaakt. Ik zal hem ook weer hier linken. En meer informatie en een link dus naar Sammy met die code vind je onder deze video in de omschrijving. En daarmee komen we aan bij het laatste alternatief en dat is Peaks. Want misschien maak je al gebruik van Peaks, ook een vorm van beheer beleggen. Zij gaan het geld voor jou beleggen, maar in plaats van dat je normaal geld stort, is het vooral gebaseerd op wisselgeld. Dus bij elke pintransactie of banktransactie die je doet, wordt het bedrag afgerond naar de euro daarboven. En dat bedrag wordt één keer in de week overgemaakt naar je Peaks account en belegd voor jou. Ook Peaks maakt gebruik van een app. Dus alles kun je regelen of moet je zelfs regelen via die app. En als je naar het menu gaat, heb je ook de optie om extra te beleggen. Dit kun je bijvoorbeeld doen door elke dag een bedrag in te leggen. 1 euro, 5 euro, 10 euro. Je kunt ook maandelijks een bedrag inleggen. En hier heb je dus eigenlijk hetzelfde als bij Sammy. Misschien zeg je, doe maar elke maand 25 euro, elke maand 100 euro extra. Of je kunt ook gebruik maken van meevallers die er binnen jouw transacties zitten. En dus af en toe gewoon een extra bedrag storten. En mocht je nog geen account hebben bij Peaks, onder deze video vind je ook weer een link en een code. Als je die code gebruikt, als je hem invult binnen 24 uur nadat je account hebt aangemaakt, krijg je 5 euro gratis. Dus ook daar is het weer extra makkelijk en leuk om te beginnen. En meer informatie, dus de review, de link, de code, vind je onder deze video. En daarmee heb ik denk ik de alternatieven voor de Giro in ieder geval op dit moment besproken. Zoals gezegd, de Giro is eigenlijk mijn favoriete broker. Maar ja, vanwege die wachtlijst kun je niet meteen beginnen. Mijn tweede broker is dan FlatEx. Hier kun je wel meteen beginnen, ziet het er naar uit. En dan heb je ook de mogelijkheid om kosteloos te beleggen. Ook dat is wel erg interessant natuurlijk. En Sammy en Peaks zijn dus vormen van beheer beleggen. Het is niet zo hetzelfde als de Giro, maar ik denk op dit moment een goede aanvulling, een goed alternatief. Het is natuurlijk wel zo dat bij beheer beleggen je het eigenlijk uitbesteedt. Dat is eigenlijk een service, daar zul je dus voor betalen. Dus let ook altijd op de kosten.
In dit geval, en zeker voor een korte termijn, is dat allemaal niet zo erg. Het is veel belangrijker dat je alvast bezig bent. Maar als je nou op lange termijn hierbij blijft, je vermogen neemt in die tijd toe, ga dan gewoon een keertje herberekenen of het nog steeds interessant is, of dat het gewoon verstandiger en goedkoper is om over te stappen. Misschien naar FedEx, misschien naar de Giro, misschien naar Bink, waar op dat moment geen wachtrijen meer zijn. Maar voor dit moment geldt, dit zijn de alternatieven die ik heb kunnen vinden, waar geen wachtrij is. Dat je in ieder geval vast aan de gang kunt gaan en hopelijk dus kunt profiteren van de crisis waar we nu in zitten. En daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze video. Bedankt weer voor het kijken. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie graag willen zien. Kan ik daar meer video's van maken? En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal, want meer mensen krijgen deze video te zien. En kunnen dus misschien ook wel gaan beginnen met beleggen. Wil je nou zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren beleggen of passief inkomen. Dus klik je onder de video op abonneren. Klik op het belicoontje, zodat je altijd weer een melding krijgt als er een nieuwe video online komt. En dan zie ik je graag terug in de volgende video.